Hoi, leuk dat ik kijk naar een nieuwe video. En vandaag speel ik weer Sustainable. En ik ben hier met mijn Twinnie. En ik ben ook met haar aan het facetimen. En wij gaan vandaag een nieuw paard kopen. En dat is hier ergens. En we waren er onderweg al naartoe. En ik dacht van, nou, dat ga ik nu opnemen. Want anders moeten jullie dat hele ritje zien. Dat is super saai en zo. Dus ik dacht, nou, dat doe ik het zo. En ik heb helemaal geen races gedaan. En we hebben al een setje gekocht. Maar dat komt gewoon alleen omdat je er heel lang voor moet sparen en zo. En daarom dachten we, nou, laten we het maar gelijk al van tevoren kopen. Want dan hebben we gewoon wel een setje voor hun. Maar dan, ja, dan hebben we dat in ieder geval gelijk. En dat leek ons wel leuk. En dan moeten we hier zo zijn. En misschien weten jullie al wel paard ik wil kopen. Nou ja, wij allebei. En hij staat hier. En hij moet naar deze kant toe. Oké, nu moet je snel zeggen welke je denkt dat het is. En zij staat er al voor. En het is deze Noord-Zweed. En die vinden we allebei zo leuk. En ja, ik heb er al op geklikt, maar niet op koop een paard. En het is een winterpaard. Het heeft kracht 4, discipline 2 en conditie 2. En Noord-Zweed, oude ras. Het oorsprong van Noordelijk Scandinavië. Was ze gevoegd in bos en landbouw te werken. Waarom is het dan een winterpaard? Oh, het is heel handig. Het is heel veelzijdig. En je krijgt dan gewoon basisuitrusting. En het is voor level 8. Zoals je ziet, kost hij 749. En ik heb 761. Dus ik ga hem kopen. Oké, ik koop een paard. En ik heb al een naam bedacht. Wat was het ook weer? Jij had Snow Magic. En ik had Apple. Ja, honey pie. Wow, ik wil apple doen. Appeltaart. Oké, kijken. Honey. Ik had hem ook bijna zo gekocht. Even kijken. Snow. honey. Waar zie ik de haar niet? Ik zie de haar niet. Noord, night. Wacht even met kopen. Ik moet mijn naam nog even kijken, Honey. Ja! Wacht even op mij, hè? Ja, ja. Oké, zij had voor mij. Zij wou een woensdag of zo kopen. Alleen toen had ze op mij gewacht. En ik ben zo blij, want het is nu zaterdag. Dus ik ben zo blij. Ja. Even kijken. Hier staat bij. Oké. 3, 2, 1. Ik heb al gekocht. Oh, ik vind het zo leuk. Ja, dat heb ik nu ook. En dan ga ik snel even met thuisbal. Dan ga ik zo snel even met thuisstal bellen. En dan ga ik. Oké, ik ga met thuisstal bellen. Bellen paardentaxi. Oh, ik ben zo blij. Bij mij stond er gewoon veel geluk met die nieuwe paard. Ja. Dat krijgt iedereen. Maar ik ga zo meteen ook. We gaan zo meteen ook even wat races doen. Niet heel veel. Want ja, anders duurt de video zo te lang. Is het ook weer saai. Maar ik ben zo blij. Ben jij er al in? Ja, ik ben erin. Oké, kijk, daar staat hij. Oh, wat leuk. Oké, ik laat gewoon alles hierop zitten. Want ik heb het toch niet nodig. Oh, daar staat ze. Honey pie. Oh, ik vind het zo leuk. Oké, en we hebben allebei dit setje. We hebben allebei dit setje. Zo, en wat vinden jullie van ons setje? Ik vind hem super mooi. En. Ja, staat hij leuk? Ja, is dat echt heel leuk. Je moet zo te maar even kijken. Oké, en dan stel ik even opstel paarden, ja. Oh ja, maar ik moet wel even die hoefijzers hebben. Dus eigenlijk moet ik nog even op dat andere paard. Want die hoefijzers is wel fijn, want dat is net niet de basisuitrusting. Dus moet ik even hierop. En dan weer af. En we gaan zo meteen ook even in groep en zo. Dus, maar dat was ook niet handig om het hiervoor te doen. Omdat je gaat er dan toch weer in thuisstal. Ja, daarom ook. Maar dan gaan we even de basisuitrusting weghalen. En dan doen we deze. Ik heb daar geen zin in. Oké, ik ga even een voorproefje laten zien. Ik denk een Steve's pak. En ik ben er zo blij mee. Oké, kijk dan hoe mooi. Kijk dan.
Oké, okay, en dan gaan we eerst even een stap doen. Kijken hoe dat staat. Wacht even, ben je al buiten? Ja. Wacht op mij. Ik ga heel veel mijn paard afstellen. Dan ga ik even naar de, in mijn, hoe je het zeggen? Oké. Okay. Kijk even hoe leuk. Die manen bewegen ook mee. Kijk, in zo... Oh ja, ja. Nou, hij tript al. Weten we ook gelijk hoe die tript. Kijk even hoe leuk. Oh. Zo mooi. En zo is deze galop. Zo is de ultieme galop. En dan zie je ook hier die manen. En hier is het zo mooi. En ik ben er super blij mee. Oh, en we gaan zo meteen denk ik als eerst even Steve's race doen. Dus nu is het even wachten tot zij uit het thuisstal komt. En ik ben super blij met dit paard. Ik vind hem echt super mooi. Oh, ik ben echt zo blij. Oké, okay, ik kom eruit. Als we oké. Okay. Oh, ik kan niet verder dan die draf. Ja, dat is in het thuisstal. Oh, kan je daar niet gelopen? Waarom zit je nog op je beginnerspaard? Oh, hij deed eerst of hij op je beginnerspaard zit. Kijk, we zijn twin! Twinnies! Oh, hij is echt snel achter ging. Oké, okay, wij gaan die molenrace doen. Ik druk even op ja en dan doen we 3, 2, 1 voor oké, ja? Steve's parcours. Steve's parcours, ja. Steve. Ja, je zijn molenrace. Hé, hey, op zich zit die paard nog best snel, hoor. Oké, okay, heb je dat oké scherm? Ja. Oké, okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Where are you? Ja, weet ik niet. Ik voel. Oh, nou, ik ga gewoon die race doen. En ik ben echt super blij met dit paardje. Oh, het is hier leuk. Oh ja, ik zie jou. Jij bent al eerder begonnen. Nee. Wel. Ik was al helemaal daar hier toen jij ging tabben. Want ik liep al een beetje vast. Kijk of ik er jou ga in kunnen halen. Ja, maar het ligt net aan het weggetje zoals nu. Ja, daarom. Het ligt net aan het weggetje. Maar heb je hem niet geannuleerd, zeg maar, de race? Nee, ik ben echt gewoon dood. Oh, kijk dan hoe mooi. Oh, en deze kleur staat hem ook zo goed. Eerst was het blauw of zo doen, maar deze kleur staat hem gewoon super goed. Ja, ik vind deze kleur hem echt goed staan. Steve race onderdeel afgerond. En hij is alweer level 2. Oh, maar echt hoe die ook kijkt. Hoe die kijkt. Oh, zo schat. Dat die. Oké, okay, kom, we gaan nu. Ja, als je die XP hebt. Kom je ook naar de rijbak? Ja, maar een beginnerspaard is altijd slomer. Waarom? Maakt niet uit of je hem hebt uitgetraind. Om te oefenen. I don't know, maar dat is zo. Als het goed is. Ik weet niet zeker. Als ik nu een beginnerspaard pak, is deze nog sneller. Moeten we zo even kijken. Pak even ons het beginpaard. Met, wel met dezelfde uitrusting, want misschien is de uitrusting ook wel anders. Qua punten. Oké. Okay. Ik sta alvast klaar, ja. En nu niet zomaar gaan. Rijbak, parcours? Ja. Ik kan die andere nog niet. Ik kan de vaatrace nog niet doen. Oké, okay, ik sta bij het optekentje. Oké, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja! Oh, I'm happy. Oh, ja, maar hij is heel veelzijdig. Dat zei ze ook. Ja, het is een winterpaard, dus dat doet het ook.
Nou, zij is al level 15 en daar heb ik ook heel veel aan meegewerkt en zo. En ja, daar, ik ben nog level 14, omdat ik pas later te horen kreeg dat ik dit account en zo moest. Dus ja, nou. In ieder geval, ik ben al blij dat ik bijna level 15 ben. Maar dit paard is wel slomer hoor, want met dat beginnerspaard zit je dan al op het einde van dit stuk, zit je al op 40 seconden. En nu zitten we nu al op 40 seconden. Dus hij is wel sneller nu nog, maar hij is ook al uitgetraind hè. Deze is nog level 2. Nou ja. Oké, okay, persoonlijk record. Ook een persoonlijk record. Oké, nou. Ik ga... Oh, ik heb 55. Ik 51, dus ik was sneller. Maar hoe kan jouw paard level 1 zijn? Nee, nu ben ik level 2, maar ik wil niet de vata deze doen. Waarom ga ik de vata deze doen? Oké, ik wacht wel even hier op jou. Kijk, ik vind hem echt heel mooi. Ik vind hem zo super, super mooi. Ga eens goed kijken hoe die springt. We hebben het al van voren gezien. Kijk dan hoe leuk. Een fotootje. Kijk dan. Zie zijn gezicht. Zie zijn gezicht. Zo schattig. Ik ben echt heel blij mee. En nu kan ik ik heb een heel lijstje, een heel boekje hier liggen. Heb ik 2 bladzijden vol. En op 1 bladzijde passen vertellen. 6 paarden. En dan heb ik ongeveer 2 bladzijden helemaal vol. En nu dus nog maar 1 en 5 paarden. 6. Ik wil dan nog 11 paarden. Ik sta hier bij de ingang. Hallo. Kom je? Oké. Okay. Oh, dit paard rent echt mooi. Als ik op jouw ding kijk. Ja, het is super mooi. Je kan ook je beeldscherm draaien, maar dat is een beetje onhandig. Want dan knal je overal tegenaan. Nee, dat is geen race. Oh ja joh, ik ga alvast even dood. Wacht even op mij. Oh, nu ben ik ook bijna helemaal dood gelijk. Nu ben ik bijna ook helemaal gelijk dood. Oké, ik ben er weer. Ben jij er ook? Oh, jij zit vast. Oké, wait a minute. Waarschijnlijk is het te luid of zo. Kijk, daar staat ze, mijn Twinnie. Twinnie. Oh, ze heeft het gesprek gedempt, gewoon normaal of zo. Waarschijnlijk mag ze niet meer praten of zo. I don't know. Oké, sorry, ik ben er weer. Kom. Ja, ik kom achter je aan. Nee, je moet nog eentje omhoog. Ja, dat weet ik. Maar kijk, mijn vader kwam eens binnen. Ja, dat dacht ik al. Oké, ik ga de video denk ik afsluiten. En dan ga ik een deel 2 maken van dat ik train. Dus die ga ik hierna gewoon opnemen. En dus tot bij de volgende video.